ik twijfel er geen moment aan dat Wopke een hele fijne echtgenoot is. Een hele fijne, attente en lieve vader. Dat Wopke met zijn vrouw een hele fijne Sinterklaas hebben gevierd. Dat ze een prima kerstboompje hebben staan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om Wopke de mens. Het gaat om Wopke de politicus. Het verlossen, kunt u mij horen? De recensie van de week. De recensie van de week. Bestaat er zoiets? Ja, nou ja, misschien moeten we dat invoeren. Wij gaan het invoeren. Ja. De recensie van de week. Hein Pereboom, die heeft... Dit is een recensie van ons programma. Ja, van dit programma. Die zegt, omdat hij bekende Nederlander is, krijgt hij een groot podium en wordt alles wat hij zegt aangenomen. Dat is een beetje de kritiek van wat hij zegt. Die indruk heb ik helemaal niet eerlijk gezegd. Het zou fijn zijn als dat waar was. Hoe heet die meneer Pereboom? Hein Pereboom. Meneer Pereboom, ik wou dat u gelijk had. Ja. God, u weet dat ik een voendgrobe van gezond verstand en leuke adviezen ben. En dan beweert u dat iedereen dat meteen aanneemt. Ik heb er nooit iets van gemerkt, meneer Pereboom. Kunt u wat heldere, concrete voorbeelden geven volgende keer? Hij krijgt altijd in plaats van dit soort van vage kletspraat. Ja, Van Rossum die krijgt een podium wat uit te kramen. Alleen omdat hij een bekende Nederlander is, zegt hij. Zet hem tegenover een echte deskundige en hij brandt tot zijn enkels af. Nou, dank u wel, meneer Pereboom. Kunt u ons ook een echte deskundige sturen? Dat zou wel fijn zijn. Ja. Wij kunnen slechts een hele geringe vergoeding betalen, want dit programma wordt met liefde en zonder geld gemaakt. Maar graag dus, meneer Pereboom. Ik heb twee verzoeken die in feite voortkomen uit de vage kletskoek die u debiteert. Verzoek 1 is concrete voorbeelden waar mijn adviezen geleid hebben tot rampzalige besluiten in het landsbestuur. Ik wil graag 3 concrete voorbeelden op schrift, als het nu toch de moeite heeft gedaan om iets in te sturen. En dan wil ik ook graag een door u benoemde deskundige die mij tot de enkels toe komt afbranden. Op elk denkbaar terrein, wilt u die sturen? Ja. Meneer Pereboom, doet u dat niet, dan maakt u duidelijk wat een ongelooflijke populistische kletsmajor u eigenlijk bent. Ik twijfel er niet aan dat u dat bent, maar u kunt zich nog revancheren. Ja, dus wel trouwens zonder spellingsfouten wat hij doet. Hij zegt, met dit soort mensen, dat bedoelt hij, dus mee komt de maatschappij niet verder. Nee, met meneer Pereboom wel. Wat doet u al zo, meneer Pereboom? Dat u de maatschappij verder helpt. Iedereen schijnt een bekende Nederlander gelijk als deskundige aan te nemen. Maar dat is het domste wat je kunt doen. Zeg, mag ik meneer Pereboom een adviesje geven? Ja, kan niet te laat om dat te doen. U hoeft helemaal niet te luisteren. Hè? Ga naar iemand anders luisteren. Naar Siep Wienia. Ja, god, er is een uitgebreid aanbod van halve garen in de podcastsector. Dus nogmaals, niemand verplicht u ertoe. Boekenstein en de Wijk worden ook heel veel beluisterd. Ja, terecht. Die hebben vaak heel verstandige praatjes over de buitenlandse politiek. Ja. Ja. Oké, okay, nou, hartstikke goed. Nou ja, meneer Pereboom is een voorbeeld van die enorme hoeveelheid mensen die blijkbaar tegen naar programma's luisteren waar ze enorme hekel aan hebben, zodat ze dan daarna dit soort van geharnaste commentaren kunnen schrijven. Ze zeggen natuurlijk tegen hun vrouw, het is toch een schande, dat gelul van die Van Rossum, die nergens iets van af weet, terwijl mij, meneer Pereboom, nooit iets gevraagd wordt naar dit werk. En dan besluiten ze om de sociale media te betreden, om daar dat programma te gaan afbranden waar ze expres naar gekeken hebben om het af te kunnen branden. Het is een beetje, ja, je had vroeger had je een rubriekje in Vrij Nederland, god, hoe heet het ook alweer? En in ieder geval, dat was een meneer, speelde daar een rol in en die keek ook al naar dit soort van televisieprogramma's. En op een gegeven moment stond erin van dat hij naar zijn vrouw die in de keuken stond riep, Min, kom gauw kijken, het is weer kwetsend. Dat is het eigenlijk. Meneer Pereboom, dat is het eigenlijk. Min, kom gauw kijken, het is weer kwetsend. Je mag trouwens altijd berichtjes insturen, hè? Mag zeker altijd. Zelf, meneer Pereboom. Ja. En van meneer Pereboom nogmaals, ik herhaal het even, meneer Pereboom, voor het geval u het gemist heeft. Ik wil graag dus een deskundige die mij komt afbranden tot de enkels. U mag zelf een deskundige kiezen. Dat is toch een zegen.
En dat niet alleen, maar u moet ook nog in geschriften 3 concrete voorbeelden geven waarbij door mij gegeven analyses, nietwaar, tot rampzalige besluiten in het landsbestuur hebben geleid. Ja, misschien weet hij wel een goede deskundige voor de emancipatie van de vrouw te bespreken. Ja, vast en zeker, want waarschijnlijk is die getrouwd, meneer Perenboom. Ja, want... En ik heb zo'n vermoeden dat als hij zijn vrouw stuurt, dat dat nog wel eens een heel lollig interviewtje zou kunnen worden. Nou, ik laat je even dit horen, want dit vond ik wel een leuke lopke heeft wat ingestudeerd. Trouwens, geschiedenisstudent. Ik luister elke podcast met veel interesse, maar het valt me wel op dat in termen van de geschiedenisonderwerpen die behandeld worden, het vaak dingen zijn waarvan ik vermoed, een beetje generaliserend dit natuurlijk, dat het vooral onderwerpen zijn die mannen heel interessant vinden. Ik denk dan aan de Koude Oorlog, Wereldoorlog 2. En jullie geven vaak aan dat jullie een brede doelgroep willen bedienen. Dus bij deze een verzoek vanuit mij waarvan ik denk dat het wat meer een onderwerp is wat jonge vrouwen interessant zouden vinden om te beluisteren, of vrouwen in het algemeen. Ook omdat het iets is wat ik best wel heb gemist op school. Maarten heeft het best wel eens over de emancipatie van de vrouw, nu en in de vorige eeuw. Als ik me goed herinner, was het Maarten die ik hoorde zeggen dat hij niet zo goed begreep dat vrouwen het accepteren dat ze minder verdienen in dezelfde functie. En hij had ook een keer een heel interessant verhaal over dat de condooms op de markt kwamen, maar dat dat helemaal niet per se betekende dat ze ook zo makkelijk verkrijgbaar waren. Iets waar ik nog nooit bij stil had gestaan als iemand die opgroeit in een tijdperk waarin je dat soort dingen gewoon online koopt. Nou, waar ik naartoe wil, ik zou het super interessant vinden als Maarten eens iets meer zou willen vertellen over de emancipatie van de vrouw, nu, in de vorige eeuw, en een beeld schetsen waar we eigenlijk vandaan komen. Wat vindt hij bijvoorbeeld van de huidige feministische beweging, die naar mijn beleving weer meer leeft dan ooit? Ja, dat lijkt me echt super interessant, dus als hij daar eens iets over zou willen delen, ook als iemand die uit die tijd komt natuurlijk, zou ik daar graag meer over horen en heel graag naar luisteren. Veel succes in ieder geval met de podcastopnames en ik blijf sowieso wel luisteren hoor. Lopke, 26 jaar. Kijk eens, ja, ik geloof niet dat het verstandig is om met Lopke in contact te brengen met de heer Perenboom. Daar zal meneer Perenboom misschien spijt van hebben, ik weet het niet. Maar goed, ja, het probleem voor Lopke is een beetje dat ik een oude man ben. Hè? Maar dat vindt ze juist het voordeel. Ja, dat ik kan rapporteren over hoe dramatisch in feite daar... Je hebt toen meegemaakt, hè? Nou, ik heb al eens eerder gezegd dat de emancipatie van de vrouw, die overigens nog niet voltooid is, dat is mijn vaste overtuiging, dat moet nog veel aangedaan worden. Maar als je het vergelijkt met eind jaren 50 en nu, dan dat is een andere wereld. Anders kan ik het niet noemen. Dus in die zin heeft de emancipatie al enorme vorderingen gemaakt. Ik heb ook wel eens een stukje geschreven dat ik de jonge vrouwen nu echt totaal anders vind dan de jonge vrouwen in mijn jeugd. Het zijn allemaal hele kordate types. Ik heb ook heel vaak de indruk dat ze veel efficiënter zijn dan de jonge mannen. Dat zijn vaak een beetje warhoofden en zo. Die moeten moeizaam hun weg in het leven vinden. En die vrouw heb je altijd gevoeld, maar die weten precies niet waar Abraham de mosterd haalt. Ja, over die condooms, dat wil ik nog wel eens een keertje vertellen. Dat was natuurlijk een dramatische zaak. Maar denk ook aan de manier waarop de pil aanvankelijk in Nederland verspreid is geraakt. En hoe die voortdurend verdacht werd gemaakt door mensen die in feite de pil ook zagen als een levensgevaarlijk onderdeel van de vrouwelijke emancipatie natuurlijk. Daar is ook wel een boek over geschreven wat ik ooit gerecenseerd heb. Dat zou ik even op moeten zoeken. Daar wil ik wel eens iets over zeggen, ja. Dat met name uit de katholieke behoudende hoek er natuurlijk ontzettend veel kritiek was op deze ontwikkelingen. Oké, dus het is een onderwerp waarop we op het lijstje kunnen zetten. Maar nogmaals, de wereld is wat dit betreft al revolutionair veranderd. Nog onvoldoende, maar dat komt wel. Ik denk dat de verdere emancipatie... Ik moet er wel bij zeggen dat ik toch al erg veel voorbeelden weet van academisch geschoolde vrouwen die dan toch, als de kinderen komen, toch maar tijdelijk werken, een paar uurtjes per week werken. Dat moet u niet doen. Als u carrière wil maken, dan moet u natuurlijk niet ergens tussen uw 30ste en uw 40ste 5 jaar uitstappen om aan de kindertjes te besteden. Althans, als u die... U heeft overstapt helemaal vrij, wat mij betreft, in die keuze, maar dan moet u niet klagen dat het carrière technisch problemen geeft. Nee. Misschien kunnen dames die dat bijvoorbeeld niet hebben gedaan of wel hebben gedaan, ook even laten horen hoe ze dat doen. Dat is een keuze die je maakt.
Ja, nou, dan doen we dit de volgende keer, want dan kun je daar een beetje op voorbereiden. Dit is een vraag die gaat, volgens mij was dit over het handboek soldaat. Als ik ja, het handboek soldaat, het schuttersputje. Mijn naam is Emiel Stuppler en ik luister regelmatig naar de podcast. Wat ik me afvroeg is, Maarten vertelt vaak dat hij zo'n hekel had aan zijn diensttijd. Maar toch heeft hij een enorme fascinatie voor allerlei oorlogen. Dus ik vroeg me af hoe dat komt. Oké, bedankt. Doei. Ja, ik heb een ontzettend hekel aan mijn diensttijd, of althans. Mijn diensttijd heeft niet zo heel lang geduurd. Ik ben in mei in dienst gekomen. Begin september ben ik weer vertrokken. Dus dat is een maand of vier, als ik het goed reken. Je was afgekeurd, hè? Nee, ik ben helemaal niet afgekeurd. Nee. Dat zal ik dan zo uitleggen. Dat is een ernstige misvatting. Maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in militaire zaken. En ik heb altijd gevonden dat veel historici, althans de historische wereld, ik moet een uitzondering maken deels voor Engelse, sommige Engelse historici, naar mijn idee veel te weinig aandacht gaven aan het militaire verloop van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Want het is interessant om te weten hoe dat verlopen is. Hebben bijvoorbeeld de nazi's ooit een kans gehad om te winnen? Een heel interessante vraag die nooit door iemand werd gesteld. Althans niet in de colleges die ik als student te horen kreeg. Ik vond ook dat die colleges in principe heel weinig aandacht besteden aan militaire ontwikkelingen. En ik begon ook wel eens over tanks en zo. En nou, dan zag je de collega's, oh, tanks daar ook. Alleen onfatsoenlijke mensen zijn in tanks geïnteresseerd, daar hebben wij het niet over. Hè? Ja, nou, ik gaf altijd een beetje chargerend het voorbeeld dat historici twee delen schrijven over de opkomst van de PSP en je niet uitleggen waarom de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Dat is een beetje overdreven, maar allee. Dus het een sluit het ander natuurlijk helemaal niet uit. Nu nog even mijn diensttijd. Ja, doordat de studentendecaan niet goed had opgelet, had ik al de belofte van een beurs in een onderzoeksinstituut in Duitsland. Maar ja, ik moest toch tijdelijk in dienst. Dat moest eerst geregeld worden. En ik kreeg een brief dat als ik niet kwam opdagen in de Willem III-kazerne in Amersfoort, dat ik dan door de marechaussee thuis zou worden opgehaald. Nou, dat leek me een geweldig idee, dus ik ben opkomen dagen en ik ben dus 4 maanden in dienst geweest. Ik kan niet anders zeggen, dat is zo'n beetje de meest, hoe zal ik het zeggen, nutteloze, gedesorganiseerde, door routines bevangen organisatie waar ik ooit iets mee van doen heb gehad. De universiteit was ook niet veel zaaks. Organisatorisch gesproken, maar het Nederlandse leger was toch een collectie. Zulke zonderlinge gewoontes. Ik heb er toch wel eens iets over verteld. Over hoe je bed op moest opmaken en dat je je onderbroek op mesbreedte moest leggen. En dat je, god beter het, om 6 uur wakker werd gemaakt. Terwijl de kantine om 7:30 open ging. En als die jongens daar gingen zitten kaarten, zei de wachtmeester, nou, dat is ook mooi. Ja, hè. En dat moet ik erbij zeggen, elke vorm van kritiek was verboden. Dus zodra je zei, wachtmeester, is het nou wel verstandig of zouden we niet? Wil jij soms het weekend binnenblijven? Ja, ik wijs nu op Tom op beschuldigende wijze. En ja, je wou liever niet het weekend binnenblijven, dus dan hield je mond maar weer dicht. Ten slotte ging dat door die beurs in Duitsland. En toen heeft mijn hoogleraar Von der Dunk, degene die dat geregeld had, die heeft het ministerie opgebeld en gezegd dat ik veel belangrijker was voor de voortgang van het vaderland. Ja, meneer Perenboom zal het daar niet mee eens zijn, jammer. Maar goed, mijn hoogleraar dacht daar anders over dan meneer Perenboom. Godzijdank, als meneer Perenboom mijn promotor was geweest, dan had ik 1,5 jaar in dienst gemoeten. Maar goed, en toen werd ik bij de commandant van de basis geroepen en die zei over zo'n beschuldigende toon van ja, nou ga jij daar vandoor om dus mijn onderzoeksbestaan te gaan starten dan in Mainz in Duitsland. En nu moet voor jou een ander komen, wat leek mij kletskoek, maar goed, ik vond het verschrikkelijk. Was je wel blij toen je, of opgelucht? Enorm onbeschrijfelijk opgelucht, kan niet anders zeggen. Ik had voortdurend allerlei rare probleempjes gehad in dienst. Het is een
het is een organisatie van een zo ingrijpende stupiditeit dat je niet begrijpt dat als er ooit oorlog was gekomen, dan moet ik je zeggen, ik heb later een boek gelezen over het Russische leger, daar was het voor zover ik kon zien nog veel erger. Daar was al het gras dood gegaan bij kazernes en dan bij inspectie werd het gras met een spuitbusje groen geverfd. Dus dat leek me, zover waren ze nog niet in Amersfoort. Maar ik weet niet hoe het uitgepakt zou hebben, die oorlog, maar niet best. Nee, ik kan me ook niet goed voorstellen dat jij je allemaal houdt aan die regels die daar gesteld worden. Nee, dat was ook heel lastig. Hè? Ik zou maar zeggen, wij werden opgeleid tot tankcommandant. Overigens werd daar nog de Centurion voor gebruikt, een tank die al verouderd was toen die in Nederland in dienst werd genomen, ik geloof in 1950. De eerste Leopards waren wel geleverd, maar die werden niet bij die trainingen gebruikt. Maar we moesten voortdurend exerceren. Dus links zit de flank, rechts zit de flank, op de plaats rust. Dus ik zeg tegen die wachtmeester, dat is wel lollig, die exercitie. Maar en in de tijd van Napoleon had dat wel zin, maar ik bedoel, voor een groep die opgeleid wordt als tankcommandant, lijkt mij dit toch een vrij zinloos gebruik van de tijd. Nou, jij wil zeker het weekend binnenblijven. Nee, liever niet. Dus. Jongen. Wat een randebiele organisatie was dat. Verschrikkelijk. Maar je hield je dat toen wel pijnlijk aan? Dat je daarbij betrokken bent en dat je daarna moet luisteren naar die kletsmajoers. Dat deed je wel? Ja. Het enige wat nuttig was kaartlezen. We hadden vrij regelmatig een les kaartlezen. Daar werd de stafkaart natuurlijk voor gebruikt. Omdat je met zo'n tank moet weten of je wel over een sloot kunt of niet over een sloot kon. En ik moet je zeggen, ik zou nog steeds met een tank moeiteloos van hier naar binnen kunnen rijden. Ja. Heb je daar eigenlijk ook vrienden gemaakt in die tijd? Nee. Oké, dus je hebt geen contact meer met mensen die... Nee joh, want ik was er terechtgekomen na afstuderen. Al die jongens met wie ik op de kamer lag, dat waren mijn lui van 18. Die waren dus net die waren in dienst gekomen. Oh ja. Ja. Ik kan me nog een reactie herinneren van iemand die schreef van mijn opa. Die vond het ook verschrikkelijk, net zoals jij. Ja, dat... Maar hij refereerde wel nog heel graag met plezier aan alle uitspraken uit het handboek Soldaat. Omdat dat schijnbaar zo komisch of treffend of typisch is. Ja, het handboek Soldaat, dat was een echte bestseller. Ja, en er zijn dus verschillende drukken, hè, natuurlijk. Ja, het werd zo regelmatig aangepast, volgens mij. Ook natuurlijk vanwege de verandering in de nucleaire oorlogvoering. Hoe gaat het eigenlijk tegenwoordig? Is dat nog steeds zo? Ik heb geen idee. We hebben een beroepsleger nu. Overigens, de wet die mensen... jij bent ook nog dienstplichtig, alleen daar heb je geen last van. Die wet is tijdelijk buiten werking gesteld. Maar voor het geval we door België worden aangevallen, dan wordt die zaak weer in werking gesteld. En dan... Nou ja, jij bent nu al te oud, denk ik, om opgeroepen te worden. Dus dat zal wel niet gebeuren. Maar we hebben nu een beroepsleger. Hoe dat getraind wordt, ik vermoed dat dat ook nog steeds van een hemeltergende stomzinnigheid is. Maar ik weet dat niet zeker. Nou, er zijn natuurlijk van die tv-programma's dat je het wel ziet. En het zijn allemaal toch dat je denkt, ja, hier win je de oorlog niet mee. Dat soort types. Nee, ik kan me dat wel voorstellen. Ik heb die programma's niet gezien. Maar mijn indruk was ook van het kader. God, het waren verder beste mensen. Daar gaat het niet om. Maar het was allemaal. Ja, het hing van suffigheid en routinematig optreden. En fantasieloos doen wat ze altijd al gedaan hadden aan elkaar. Ja. Ik heb ze ook nog wel. Ik heb de wachtmeester wel verteld hoe het Israëlische leger functioneerde. Maar. Ja, wel zeker het weekend binnen blijven. Hè? Hij was niet onder de indruk. Nee, hij was niet onder de indruk. Die Russische soldaten maken altijd wel een goede indruk. Die denken nou, dat schijnt verschrikkelijk te zijn. Maar daar word je wel bang van als je ze ziet. Nou, ik weet het niet. Ik durf er niet zo over. Misschien kunnen we Tachi in het leger zetten als we worden aangevallen. Die is dat wel gewend om zich heen te schieten. Dat zou ik niet doen. In het algemeen wordt de intelligentie van criminelen schromelijk overschat. Hmm. Criminelen zijn meestal mensen met een lichte psychische stoornis... Ze zijn niet in staat om werkelijk serieus na te denken voor de lange termijn. Laten we niet vergeten dat Tachi toevallig in de zwaar bewaakte gevangenis in Vught zit. En dat hem een gevangenisstraf van 30 jaar minimaal boven het hoofd hangt. Ik vind dat niet erg intelligent. Ik weet niet wat jij erover denkt. Maar... Nee, maar moet je intelligent zijn in het leger? Aan de top moet je wel intelligent zijn, ja. Nee, maar je moet hem niet aan de top zetten. Je moet hem laten uitvoeren. Hij kan goed... Nee. Je hebt niks aan iemand die... Dan heb je een goede sergeant nodig. En er werd altijd gezegd dat de Duitse de Weermacht zo goed kon vechten. Omdat het vooral ook de
lagere echelons waren die gevechtservaring hadden en wisten hoe je dat doen moet. Maar ik ben ervan overtuigd dat je, heb ik dus al niet alles geciteerd van, waarom verliezen we alsmaar? Vooral de eerste 2 jaar van de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk dramatisch slecht verlopen voor de geallieerden. En dan roept en dan vraagt iemand aan Churchill, hoe komt dat nou? Ja, Churchill, hoe komt dat nou? Dan komt dat ze betere wapens en betere generaals hebben dan wij. En dat was ook zo. Voor Manstein was een betere generaal dan Montgomery. Daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. De laatste ingesproken vraag van deze meneer. Goeiedag Maarten en Tom. Mijn naam is Bernard Wijze uit Belgisch Limburg en ik luisterde 10 jaar geleden al met veel plezier naar de hoorcolleges van Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. Jullie waren vorige week op zoek naar goed leesvoer. Zelf ben ik een grote fan van de historische thrillers van Robert Harris, waarvan er zich een aantal afspelen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Denk aan München en Enigma. Maar ook De Officier over de Dreyfus-affaire is een razendspannend boek met een grote historische accuraatheid. Iemand die op een spannende manier ook iets over de geschiedenis wil leren, kan ik de thrillers van Harris van harte aanraden. Ik was benieuwd naar de mening van Maarten hierover. Tot hoors. Nou, behoorlijk wat adviezen. En deze meneer die heet Bernard Zwijzen inderdaad. Ja, ik ken die boeken van Harris helemaal niet, dus daar kan ik geen verstandig woord over zeggen. Ik moet zeggen, ik ben altijd licht achterdochtig ten aanzien van, laten we zeggen, fictie op dit punt. Ik heb wel een aantal prachtboeken, dacht ik, aangeraden over de Tweede Wereldoorlog. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk, zeg maar, algemene geschiedenissen van over de Tweede Wereldoorlog. Overeen, bijna 1000 bladzijden. Ja, dat is wel een zeer omvangrijk boek. Dat Blood and Ruins heet dat. Dat heb ik ondertussen uit. Daar moet je wel wat zitvlees voor hebben. Maar begin is bijvoorbeeld als je denkt wat leuk over. Over heeft een klein boekje geschreven over de Battle of Britain. Dus laten we zeggen de eerste keer dat er in de lucht iets beslist is in een oorlogssituatie. Dat is een geweldig leuk en interessant en informatief boekje. Begin daar. Je zegt, nou, die Overie, daar wil ik wel wat meer van lezen. Dan heeft hij een magnifiek boek geschreven. Dat heet Why the Allies Won. Die cruciale vraag. Ja, waarom hebben wij eigenlijk gewonnen? Hoe komt dat? Hadden we ook kunnen verliezen? Nou ja, geweldig boek. Begin daar eens. Ja, die Harris nogmaals. Als ik het gelezen had, zou ik er een oordeel over kunnen uitspreken. Maar dat kan ik dus in dit geval niet. Nog één opmerking over de tip over het lezen van een boek. Er zegt ook iemand van, ja, als je van die streepjes gaat zetten, je gaat uitstreksels maken, dan is het meer studeren dan dat het ontspannend lezen is. Ja, dat begrijp ik. Er is ook een groot verschil tussen studeren en ontspannend lezen. Kijk, als u echt iets wil weten en wel zo grondig wil weten dat u het ook gestructureerd aan iemand anders kan vertellen. Dat is mijn beroep geweest. Ja, het is niet anders. Niet geweldig betaald, maar goed, dat was mijn bijzonder aardige beroep. Dan zul je het zo moeten doen, ja. En dat is het probleem met studenten, dat ze dat dus niet doen, omdat ze te lui zijn, althans een deel ervan te lui, om dit soort van, inderdaad tijdrovende strategie te volgen. Er waren ook een paar studenten die gereageerd hadden, die herkenden heel erg wat jij zeide, die dan een paar dagen van tevoren dachten, shit, van ik moet nog wat... Precies, ze in paniek gingen, ze dan slordige uittreksels zitten lezen, die ze gekocht hadden. Ja, dat dan misschien dat je het net haalt, je kunt geluk hebben. Nou ja, dat soort van dingen. Vroeger had je alle herkansingen. Dus je kwam er altijd wel een keertje doorheen. Maar dan weet je er niet echt iets van. Dus wil ik hier bijvoorbeeld hier al iets gestructureerd vertellen, dan moet ik zorgen dat ik goed en gestructureerd op de hoogte ben. En de laatste vraag over dit onderwerp ging over van, hoe snel leest Maarten eigenlijk? Hoeveel bladzijden leest hij in een minuut? Nou ja, ik heb net gelezen een bijzonder aardige detective van Josephine T, als je het zo uitspreekt, T-E-Y of Thai, dat weet ik niet. Josephine Thai. Daughter of Time, dat wordt algemeen gezien als een van de beste detectives ooit geschreven. Ja, dat lees ik vrij vlot door. Er zijn al 30 bladzijden, 30, 40 bladzijden per uur of zo. Dus dat boekje heb je in 1,5 dag heb je dat uit. Maar ik heb Overie. Blood and Ruins, daar heb ik wel... ben ik wel zeker 2 weken mee bezig geweest, ja. Met streepjes en nu ben ik bezig aan een uittreksel. We moeten nog even een nieuw onderwerp bedenken voor de volgende keer. Ah, een nieuw onderwerp. Nou ja, van alles en nog wat. Cuba-crisis staat nog open. Daar wil ik wel wat aan doen. Overigens, cancelcultuur is heel goed gewaardeerd.
Ja? Ja, vonden mensen heel interessant. En de man die dat ook had voorgesteld, die zei misschien dat Maarten nog iets over specifiek Amerika kan zeggen. We hebben het nu vooral ook over Nederland gehad, maar dat werd heel goed gewaardeerd. Goed zo. Nou ja, wat ik ook nog wel wil doen is dat ik, we hebben die Maarten besproken. Het gaat mij nou niet om de reclame te maken voor die Maarten. Maar ik steek natuurlijk relatief veel tijd in de langere stukken die ik daar schrijf. En ik heb voor die nieuwe Maarten een stuk geschreven over de ingrijpende negatieve effecten van 9/11 in de Verenigde Staten. En dat die betreffen zowel de buitenlandse politiek, natuurlijk, denk aan Irak en Afghanistan, maar die betreffen ook de binnenlandse politiek. Ook daar is van alles en nog wat fout gegaan. Met name door een enorme vergroting van de macht van de executieven die nooit had moeten plaatsvinden. Dus ik wil dat ook wel eens aankaarten, waarbij je eigenlijk ziet, ik begin dat stukje ook met de constatering, zelden zal een militaire actie die aanvankelijk zeer positief werd ontvangen door vrijwel iedereen, afgezien van een enkele verstandige figuur die er anders over dacht, zulke ingrijpend negatieve gevolgen hebben gehad als de Amerikaanse reactie op 9/11. Ja, interessant. Dat is een interessant onderwerp. Kunnen we dat niet ook kort, in ieder geval, ja, we doen wel een uur aan te besteden, maar het lijkt me wel leuk om dat uit de doeken te doen. Zeker, zet u erbij. We hebben nog de leiders van Rusland. Leiders van Rusland, Lenin, Stalin. Ja, daar moeten we natuurlijk ook wel Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev. Omdat we natuurlijk, we hebben de minister-presidenten gedaan, we hebben de presidenten gedaan, we hebben de bondskanseliers gedaan. Ja, laten we dan zeggen dat de Sovjet-Unie weinig geluk heeft gehad met zijn politieke leiders. Maar dat is denk ik inherent in het systeem. Net zo goed is Poetin een ramp voor Rusland, is een ramp. Maar die kunnen we wel een keer bespreken, toch? Ja, dat kunnen we zeker doen. Ja. En overigens moet ik mijn lieve collega bedanken. Die heeft namelijk alle podcasts nu in lijstjes gezet en per onderwerp gerangschikt. Dus je kunt dus nu kijken als je zegt van ik wil nog eens een keer terugluisteren naar al die minister-presidenten. Daar is een lijstje van de bondskanselier is een lijstje. En dat verbaast dus vaak uren aan materiaal wat je dan terug kunt luisteren. Er is ook een lijstje corona. En er is een lijstje populisme, daar gaat het bijvoorbeeld over Baudet en over Fortuyn en daar hebben we het ook over gehad. Dus we zullen dat bij de beschrijving erbij zetten, kun je op klikken, kun je het allemaal zeg maar per thema terugluisteren. Ah, juist, ja. Oké, het is ja, het moet langzamerhand, welk nummer waren we met de podcast? 110 of zo. Grote god, nog een toezicht. Het is er nu, jij zei uren luisteren, dat overvalt je toch een beetje. Ja, daar wordt niks uitgeknipt. Dat je dat min of meer automatisch volgeluld hebt. Ja, toch? Dat wordt gewoon doorgezet. Dus dan kunnen als ze dan zo'n periode hebben zoals nu, dan kunnen ze dat ook aanzetten en dan ga je lekker wandelen. Mits u LTS zwakstroom heeft, waar je maar geen zin heeft om een serieuze boek te gaan lezen, kunt u gewoon bij nummer 1 beginnen. Dat kan ook. Misschien krijgt u wel suïcidale neigingen. Nou, dat gaat over Wopke Hoekstra, een van die eerste. En daar werd bij gezegd. Wopke, ja. Onze Wopke. Wij hadden daarin niet vermeld, dat kan ik me nog herinneren, dat hij inmiddels is het zoontje hersteld, maar dat ze een zoontje had die heel ziek is geweest. En dat hadden wij toch, we waren veel te hard voor Wopke, want alles wat hij heeft meegemaakt, dat... Ja, wacht eens even, als wij hard zijn voor een politicus, en dat was het geval met Wopke, dan zijn we hard voor de politicus. Ik twijfel er geen moment aan dat Wopke een hele fijne echtgenoot is, een hele fijne, attente en lieve vader, dat Wopke met zijn vrouw een hele fijne Sinterklaas hebben gevierd, dat ze een prima kerstboompje hebben staan, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om Wopke de mens, het gaat om Wopke de politicus. Daar was onze kritiek op gericht. Dat geldt trouwens voor vrijwel iedereen die aan de orde komt. Want of het aardige mensen zijn, is niet aan de orde. Rutte schijnt een hele aardige man te zijn, maar heeft in het bestuur van Nederland een ravage aangericht. Maar kon hij goed met zijn moeder opschieten? Nou, men zegt, buitengewoon, dus dat is het niet. En je kunt zo wel zien dat het een hele aardige man is. Alleen Rutte de politicus kan bij ons niet veel goed doen. Dat is een feit. Ja. Overigens denk ik dat Rutte niet zou willen weten wat hij gaat doen als hij hiermee stopt. Nee, want het probleem is natuurlijk dat hij heeft geen vrouw en kinderen. Dus nee. Hij valt in een gat. Nou, hij heeft een hobby, toch? Ja, met Jort Kelder op Terschelling rondjes lopen. Hij speelt piano en hij zal zeker iets vinden. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd. Ik
Kijk, hij heeft natuurlijk al hele nuttige ervaring opgedaan. 10 jaar lang minister-president. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Wat hij dan ook bestuursmatig voor de ellende heeft veroorzaakt. Ja. Dus de bloemist van hier om de hoek. Ik wil wel vragen, wat zit er in die bus? Zo'n zwarte Hanneke bus. Kaptein is de bloemist hier om de hoek. Ja, nou. Dus het gaat ons nooit om de mens. Nee. Hè? Als het misdadigers zijn. Dan, bijvoorbeeld bij Poetin, daarvan kunnen we zeggen, het is ook een dief en een moordenaar. En Taghi? Ja, goed, maar is geen politicus. Taghi is opgeborgen. Ja, nog wel, maar misschien ontsnapt hij wel. Nou, dat denk ik niet. Er was toch iemand die reageerde op dat ze met helikopters heel makkelijk met zo'n touw wat ze dan eruit gooien, dat ze iemand heel makkelijk eruit kunnen halen. Nou, dat... Als het zo makkelijk was, zou het ook wel wat vaker gebeuren. En ik begreep dat ze nu die binnenplaats, die hadden ze vol met rommel gelegd. Ja, zodat ze niet kunnen landen. Het enige wat ik gezegd heb is, als je kan die bevrijd worden? Ja, dat kan. Als we zo'n Duitse panzerdivisie weten te bemachtigen, kapen, dan kunnen we Taghi bevrijden. Het hele probleem van Taghi, zei ik toen al, is waar die heen moet. Waar moet je heen? Ja. Ja, je moet dan kunnen aan een land waar we geen uitleveringsverdrag mee hebben. Maar vroeg of laat loopt dat toch fout. Nou ja, Carlos Ghosn is ook weggesmokkeld uit Japan. Die hebben ze toen, die was een muziekbandje kwam spelen. En hebben ze hem in de muziekkoffers. Dat is waar, maar dat is die directeur van Nissan Renault. Voor mensen die niet weten wie dit is. En die is daar inderdaad ontsnapt. Dat die gewoon die Japanners totaal niet op zaten te letten. Dat was wel duidelijk. En de hele vervolging van hem, de hele strafrechtelijke vervolging. Was wel heel dubieus. Kijk, ze wouden in Japan? Wouden van hem af. En omdat hij ook directeur van Nissan was, wouden ze van hem af. Dus ik moet zeggen, die zaak die rookt niet fris. Nee, daar, overigens hebben we dan niks hij meer gehoord. Hij is naar de Libanon vertrokken, ja, waar hij vandaan komt. Ja, maar daar, sindsdien hebben we niks meer gehoord. Nee, maar als nou een land is waar je waarschijnlijk effectief kunt onderduiken, dan wel de Libanon, toch? Ja, daarom zal hij ook wel naartoe. Nou, daar kan Taghi misschien dan ook naartoe. Nou, dat... In een of andere kist. Ze zijn slim genoeg. Kijk, bij die Carlos Ghosn, daar zullen ze... zal niet iedereen alles op alles zetten om hem weer te pakken. Maar bij Taghi wel. Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Trouwens, heb je nog bij de jongen die politiekeet voor de deur gezien? Ja, dat is diep treurig. Ja. Dan moet ik zeggen dat we hier voor heet ze, in de tijd... die minister van Sociale Zaken... Die woonde hier in de buurt. Ja, Ma Vlodder. Hoe heette nou ook alweer Ma Vlodder? Dat was een minister die had de bijnaam Ma Vlodder. Ja. Nou, ik ga dat even op Wikipedia opzoeken. En daar heeft het was zeker een jaar of twee, als dat niet meer is, zo'n bewakingscabine gestaan. Ja. Waar altijd iemand in zat. Ik heb nooit goed begrepen wat voor effect dat nou zou hebben. Want als je even een looppas met een machinegeweer uit het park zou aanvallen, dan... Moeten ze wel verdomd snel uit hun cabine komen. Wil dat nog effectief... Indales. Nou, Indales werd ook bewaakt. Ja. Ja, het is inderdaad maar vlotter. Ja, dat was haar bijnaam. Ja, ik zie het koosnaampje hier zie ik hier, ja. Ja. Maar ja. Was zij dan zo... Deed zij zo'n... of zat zij op een dossier wat heel precair was? Nou, kennelijk. Want ik weet niet meer waarom ze bedreigd werd. Maar ze werd bedreigd. Dus het is niet de eerste keer. En die cabine heeft er zeker 2 jaar gestaan. Net zo'n ding. Ja, het is meestal een witte doos op palen. Ja, zodat ze wat hoger kunnen kijken. Kijk, dat het nodig is, dat vind ik diep triest, ja. Ik vind het volstrekt ongepast ook dat die mensen dus op hun privéadres lastiggevallen worden. Ja. Ja, dat die beweging, die antivaccinbeweging, die is fotografeert ook agenten en zo. En allemaal volstrekt nul dan. Ja. Nou, heb je altijd kunnen denken dat dat in de samenleving zou gebeuren, hè? Dat we toch in feite verdomd veel last hebben van een relatief kleine groep van Nederlanders. Ja. Mag ik ook nog eenmaal herinneren aan de voorman, hè? Nederland in herstel. Ja. Is gruwelijk gestorven op zijn 53ste in het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam, omdat hij niet gevaccineerd was. Nog één vraag van hoe je aan de 15% kwam. Dat heeft te maken met de verkiezingen, denk ik. Ja, dat zijn electorale cijfers. Ja. Ik heb het toch wel eens opgenoemd. Hoe heet het? De lijst Pim Fortuyn scoorde 16%, als ik het wel heb. Geert op zijn absolute toppunt 14 of 15%.
toen de tijdelijke populariteit van, heet ze ook alweer, onze vriend Rita Verdonk. IJzeren Rita. Was ook, dus na haar debuut in het Passenger Terminal, ook iets van 14% of zo. Dat is de herkomst van de 15%. We hebben Rita nog een keer de uitzending laten horen, hè, die we over hem hebben gemaakt. Oh ja? Ja, er was een medewerker die bij haar heeft gewerkt. Hoe heet ook al haar beweging? Trots op Nederland. Ton. Dat was het. En Ton, hij mag geen Ton zeggen. Hè? Nee, dat mag niet. Trots op Nederland. Hè? En die heeft het laten horen. Die heeft met haar samengewerkt. En toen had ze gezegd, ja, misschien wil je wel een reactie geven. Maar daar had Rita geen behoefte aan. Nee, dat kan ik me wel begrijpen. Het gaat zou een hoop rumoer geven en daar hebben ze niks aan. En haar populariteit van toen is sterk verbonden met de situatie die we toen hadden. Ik ben benieuwd wat er in de post zit. Ik hoop niet dat het kogels zijn of wit poeder. Een poederbrief, ja. Ja. Het is een boekje of een programmaatje of weet ik veel wat het is. Ik zie daar Yuri Gagarin, onze eerste astronaut met CCCP. En heel veel postzegels, dus het moet daar iets mee te maken hebben. Ja, dit is ook een postzegel, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, ook in een schildpad zie ik. Ik heb niet zo lang geleden nog een heel boek over schildpadden gelezen. Ja. Dat wat wij van schildpadden kunnen lezen is dat je moet traag leven. Schildpadden leven zeer traag. Dat doe je al. Ik probeer traag te leven, maar ik weet niet of dat het effect heeft wat het bij schildpadden heeft. Nou, dat ze hartstikke oud worden. Ja, maar dan doen we het niet heel goed, want het is alleen maar gejaagdheid bij ons. Ja joh, wij zijn ontworpen. Kijk, die schildpadden hebben waarschijnlijk geen ontwerpleeftijd ingebouwd. Wij zijn ontworpen, ik schat, voor een halve eeuw ongeveer. Dat is het wel. Dan begint eigenlijk alles al uit elkaar te vallen. Kijk, feitelijk kun je zeggen dat als je een leesbril nodig hebt, dus als je dat wil zeggen, als je kleine dingetjes op korte afstand niet meer goed kunt zien, nou, dat is natuurlijk het eerste teken van verval van het systeem. Hoe is het ook weer, je kunt, begreep ik, tot ongeveer je 50ste kun je de wedstrijd Elfstedentocht rijden. Niet dat je zult winnen, maar je kunt de wedstrijd rijden, dat kun je. En als je op je 55ste kun je het niet meer, zoiets is het. Was ook met astronauten zo, ze namen graag wat oudere astronauten. Zeg maar van ergens tussen de 45 en de 50. Dus je neemt nooit een astronaut van 60, want die is past his prime. Maar boven de 50 begint het echt een stuk minder te worden. Dus Kennedy die toch zei van iedere jonge gezonde man die moet een halve marathon of een marathon ongetraind kunnen lopen? Nou, dat zou ik hem niet aanbevelen. Ongetraind, vooral het woord ongetraind is in dit verband niet verstandig hoor. Ja, maar dat zegt iets over de 42 kilometer ongetraind, dat valt niet mee. Nee. Je weet, ja, kijk, als je gaat lopen, dat is nou weer wat anders. Dat doen ze ook bij de avondvierdaagse, lopen ze ook 40 kilometer. Zelfs daar moet je trouwens redelijk voor trainen, ja, hoor. Ja, zeker. Kijk, mijn vraag was de vierdaagse inderdaad, ja. Dus nee, een marathon. Ik weet niet wat voor jonge mannen dit waren, maar dat geloof ik niet zo erg aan. Ja, okay. Goed. Zeker niet, wilt u dat niet, dit advies van Tom, niet opvolgen? Don't try this at home. Ja. Ja, mocht u de marathon willen lopen, ga eerst in training. We gaan er de volgende keer weer door. Er is trouwens in april een extra voorstelling in Tivoli-Vredenburg. De dames van Tivoli vroegen of jij nog voor hun socials iets in het cameraatje wilde zeggen. Ah, over en ja, dat het in april is en dat mensen dus via de website van Tivoli. Hebben we niet al veel eerder zo'n podcast opname in Tivoli? Is ja, dat niet, in februari. Precies, ja. Maar daar hoef ik geen reclame voor te maken. Nee, want daar heeft iedereen het kaartje al voor. Maar er waren dus nog mensen die zeiden van jammer, het is uitverkocht. Dus daarom hebben ze in april een extra voorstelling gepland. En is dat een podcastopname? Ja, of? Het is een live podcast. Oh, in april? Ja. Welke dag, weet je dat? Ik zal even opzoeken, volgens mij 15 april. Maar als je zegt in april is het ook prima hoor. Oh, in april. Doe maar in april, ik weet even niet precies wanneer. Dus ergens in april. U hoort het net van Tom, in april doen we nog een podcastopname in Tivoli. Wij rijden dan met dit Audi'tje het toneel op. Ze hebben dan een hele grote lift, daar kan hij net in. Dit is een A3. Ik zag ook dat een A3 met levensgevaarlijke schietgrage criminelen is aangehouden op de A2. Dat was dus niet de Audi van Tom. Weet je niet, nou, hè? Nou, hij zag er wel precies zo uit, maar volgens mij was het meer een sport
de aflevering van de Audi A3. Maar goed, we rijden in dit autootje de toneel op en dan stappen we wel uit en dan maken we een podcast zoals deze ook gemaakt wordt. Ja, het is een betrekkelijk informele gang van zaken, zult u zien. Maar als u het leuk vindt om naar te luisteren, u heeft natuurlijk wel het enorme voordeel. U zit in de zaal en u kunt vragen stellen. En u kunt mij voortdurend onderbreken, want dat is tijdens de podcast, dat heeft u wel gemerkt, is dat helemaal geen probleem. We hebben ook mensen ingehuurd in de zaal die het soort van geluiden gaan maken die hier in de straat altijd storend werken. Ja, van die dingen waarmee het zand aangestampt wordt en ja, allemaal dat soort van zaken. Het wordt echt een hele levensechte show. Nou, dit is wel... We hebben ook meneer Perenboom gevraagd om op die eerste rij te komen zitten. En die komt zeker. Zeker naar deze aflevering. Ja. Nou, dank u wel, meneer Perenboom.